voor de dames. Voor de dames. Ja. Om de rechterpoot gaat dan deze ring. Deze krijgt dus BRS, BSR. Als pootring. BSR. Je kan hierbij schrijven ook dat ringnummer van die ring hier. BSR. Dan moet ik altijd even goed kijken dat ik hem goed omdoe. Zodat de vogelkenners hem goed af kunnen lezen. Ja, ja. Dankzij de ringen weten we heel veel over de slechtvalken. Want slechtvalken broeden in Nederland voornamelijk in nestkasten. Bij heel veel nestkasten hebben we camera's, ook hier bij de ABN. Dus we weten wie met wie gaat, wie er vreemd gaat. Dat gebeurt ook nog wel eens. En dat is wel heel interessant. Daardoor krijgen we veel meer terugmeldingen. En weten we veel meer van deze beesten. Waar ze heen vliegen, waar ze 's winters verblijven. Dat is allemaal weer nodig voor het... De slechtvalk is namelijk... ooit is in de jaren 60, 70 aan de hand van de slechtvalk ontdekt. Het DDT-verhaal. DDT-landbouwgif, waardoor heel veel... vogels doodgingen. En aan de hand van de slechtvalk is dat ontdekt. Ijsschalen werden dun, jongen gingen dood, werden niet groot. Slechtvalk werd met uitsterven bedreigd. Toen is dus ontdekt dat landbouwgif een enorm schadelijk gif is, wat heel lang stapelt, ook gevaarlijk voor mensen. En in de jaren 70 is het DDT verboden. En is dus de vogelstand, en met name de roofvogelstand, ook weer behoorlijk gestegen. Slechtvalken aten veel duiven, eten ze nog steeds. En vooral die duiven, die aten landbouwzaden, die vaak met het gif behandeld waren. En daardoor waren deze vogels dus extra kwetsbaar. Dus het is een heel bijzondere roofvogel. In Nederland staat hij nog op de rode lijst. Er komen niet zoveel broedparen voor, maar dankzij alle nestkasten en initiatieven van mensen zitten we nu alweer op een 120 broedpaar, meer zelfs. Kijken of je goed zit. Okay. Nou, deze is geringd, gemerkt bij deze. Ik zal hem nog even laten zien. Nu met ring. Ik ben gemerkt. Ja, wat een mens. Ja, wat je hier nog ziet aan de staart. Deze staartpennen bij mijn pink. Zijn de bloedspoelen. Dat is de manier waarop een veer groeit. Die zit in een pen. Er zit een ader in, bloedvaartjes. En daaruit groeit die veer. We gaan hier gauw terug stoppen. Ja, ze zijn nu enorm aan het, al dat dons gaat weg. En vaak als de laatste, ze houden dan soms nog een paar pluimpjes op de kop. Ja. En als die weg zijn, ja, dan vliegen ze zo'n beetje uit. Dan zijn ze groot genoeg. En dan gaan ze uitvliegen. Uitvliegen is natuurlijk een enorm penibele zaak. Vanaf deze hoogte. Dus dat gaat ook wel eens mis. Er verongelukt er nog wel eens een. Jaren geleden heeft een van de slechtvalkjes hier ergens in het vensterbankje gezeten van de ABN. Was het niet 2 jaar geleden? Of 2 jaar terug of zo. Dat is een heel verhaal. Al het personeel volgde het. Ja, dankjewel. Maar die heeft het uiteindelijk wel overleefd? Ze hebben uiteindelijk geloof ik het raam er een beetje uit moeten schroeven en het beestje met kip nog een beetje bij kunnen voeren.
zodat hij niet verhongert. Wow, die ziet ja, deze is een maatje groot, hoor. Ja, tante. Wat is dat verschil met die jongen? Ja. Met... En ook wel ietsje sterker dan wat we net hadden. Dus ik, ja, ga je bijten. Nou, we moeten toch even zachtjes over je. Ik laat het straks wel even zien, hoor. Maar ik ga er even... Even rustig maar. Ja, ze kunnen ik probeer de poot in. Eerst even te zekeren. Ik heb er wel eens tussen gezeten, tussen die klauwen. Dat is geen pretje. Ze kunnen al behoorlijk knijpen. Ja, het vrouwtje heeft een klauwspanwijdte van 12 centimeter. Als ze de klauw helemaal uitstrekt. Het mannetje zit op ongeveer 10 centimeter. En wat dan bij alle vogeljagers te zien is, zijn die kussentjes op de poten. Je ziet zo'n kussentje. En ja, dat hebben alle roofvogels die op vogels jagen. En een visarend heeft heel veel kussentjes met ook weer kleine ruwe plekjes erop. Zodat hij de glibberige vis goed vast kan pakken. Nou, deze poten zijn dus nog ietsje groter. Misschien kunnen we daar wel eens mee beginnen. Even kijken of het lukt. Uitstrekken en zo. Zodra je die poten pakt. Nou, die poten laten we zitten. Ik geloof het wel. Oké. Ik heb hem nog niet gewogen. Dat doe ik dan straks aan het eind wel. Als hij weer in de zak gaat. Dat ben ik even vergeten. Ja, dankjewel. We beginnen dan met de vleugel. Ik laat het straks zien hoor. Als ze gerinkt is, laat ik het wel even aan jullie zien. In vol ornaat. Omdat ze al zo groot zijn, moet ik ze toch een beetje bedekken. 243. 243. En dat is de hand binnen. En nu zit ze in. Die nagels zijn echt vlijmscherp, die gaan dwars door je huid heen. Dus dat is altijd heel even uitkijken. Zo, zo kan ik beter. Nou, daar is de hand in. Die is, ja, ja, 148. Vlaggetje van 75. Ga maar bijten. Ik kan ook wel aardig bijten. Ik kan toch eventjes iets verleggen. Nou, gelukkig kunnen ze wel tegen me stoten. De staartpen is 115. En het vlaggetje is... Hier kun je mooi de bloedspoelen zien, waar die veren uitgroeien. Die veer groeit er steeds meer uit en die schacht die brokkelt al langzaam af. En hier zie je aan de basis het donkerblauw, waar de bloedvaatjes zitten die de veer voeden. Ja, oké. We gaan even tempo maken. Ik meet even de krasjes. Loopbeen, die is 63,5, cc, die is 6,7, heel veel achterwaarts. Achterwaarts is 9,0. Klauw laat hij even zitten. Nou, ik krijg zo ook een ringetje om. Even kijken. Ja, die 11, die dikker een beetje. AU wordt het. AU. AJU. Even kijken hoor. Ja, anders krijg je het wel.
Ja, voor deze ringen heb ik de waterpomp ook maar even meegenomen. Het zijn nogal stevige ringen. Moeilijk dicht te knijpen. Hier kan ik even meer kracht mee zetten. Ze zijn alle duidelijk. Ja? Ja. Alleen? Ja, die heeft oranje ringen, dat is onleesbaar. Ja. Ja, de Nederlandse slechtvalk kreeg inderdaad eerst een oranje ring. Maar die letters waren, zijn heel slecht af te lezen. Van dus, sommige series, want ja, dat eentje uit klopt. De hem, R1, is heel goed, goed afleesbaar. Ja, de latere series zijn slechter inderdaad. Ja, die eerste series waren zelfs te bereiken. Zo zit hij mooi. Oké. Dit is dus een 11. Ik ga het straks even wegen. Ik zal het nog even laten zien zo, voordat ze weer de zak in gaan. Vijf boeren zwanen in een nest. Met vier zwanetjes met de bek wagenwijd open en eentje met de bek dicht. Hij zei erbij, ik ben geen vogelkenner, maar ik denk dat we vier vrouwtjes hebben. Sorry, dames. Gaan we nog even wegen. Ja, ja, deze zak is 20 gram, die moeten we eraf trekken. Dat redden we dan niet met één munster. Dus dat denk ik, als er alle twee bij voor zitten. Dus heb ik eigenlijk hoor. Ik heb al deze beelden. Zit ik op 840 plus 260, 1100 min 120, dat is 980 gram. Nou, het mannetje net 700, vrouwtjes zijn vaak ongeveer een kilo. En inderdaad, dus veel grotere prooien. Het zijn luchtjagers, hè, slechtvalken. Dus heel veel roofvogels stoten een prooi op de grond, maar de slechtvalk, heel spectaculair, pakt een duif echt uit de lucht. En vandaar dat de Arabische sheik zo graag met slechtvalken, natuurlijk een mooie sport, dan lukt het? Ja, hij heeft er alleen iets gezegd. Dit is een nieuwe. Oké, dankjewel. Niet zo goed. Ja, dat is een goeie. Ja, sorry. Dit zijn de eerste vogels die ik weer ring. Ik ga straks buizerds en haviken en andere roofvogels torenvalkjes ringen. Maar de slechtvalken zijn altijd het eerst, dus het is altijd weer even wennen. Je hebt natuurlijk een vast patroon van alles opschrijven en wegen en meten. Je moet weer even in het ritme komen. Dit zijn ook de eerste slechtvalken die ik ring. Ze waren vroeg dit jaar. Hier bij de ABN. Begin maart, echt geloof ik. Ja, dat een beetje aanpassen met zijn vinger. En nou, twee unsters willen maar eventjes boven mijn schoot. Maar dat gaat goed. En dan zit ik op 830 plus 250. Dus 1080.
Nu zitten we op min 120. Op 960 gram. Deze is wat rustiger, denk ik, hoop ik, dan die van net. Doe er een pan uit. Eerst even de boter weer veiligstellen, voordat ze mij te pakken heeft. Dus dit is nummer 3. Ook een dame. Twee meisjes, één jongen. Even hier liggen. Ruststellen zo, dat betekent. Weer even meten. Er staan dan 246. Waar is de handpen? Het vlaggetje 86. Valken zijn heel fel. Als je een jonge buizerd hebt, die is veel makker. Maar ook kleine torenvalkjes kunnen enorm fel zijn. Bijten, klauwen. Dit is 111, een klein vlaggetje van 65, de klauwmaten, tarsus. Tarsus is 54-0, zij, achtkoor 4, ja, nog een voorachternaast, 9,1. Nou, AKA, rechterpoot, even kijken, zo. Ja, ik kom op het glas. Rustig, ik ben bijna klaar. Ja, alright. Nou, de geringde versie. Ook
connecting, dat mannetje is toch het vers, hè? Het minste dons. Deze hebben nog behoorlijk wat dons. Maar ze zijn toch al vrij ver, zo, hè, van elkaar.